We zijn hier bij de feestelijke heropening van de Welkoop. We zijn nu 3,5 jaar heropend op deze locatie vanuit Wezep. Welkoop heeft een nieuwe formulestandaard bedacht om in iedere winkel eenzelfde uitstraling te kunnen creëren. We zijn 3 weken bezig geweest met onze verbouwing, waarbij we in de eerste 2 weken alle stellingen ongeveer een kwartslag hebben gedraaid, alle artikelen op nieuwe plekken hebben gelegd. Daarna zijn we nog 4 dagen gesloten geweest. In die 4 dagen hebben we voornamelijk ons kassasysteem veranderd, nieuwe kassa's geïnstalleerd, sfeer in de winkel aangebracht, nieuw lichtplan in de winkel aangesloten. Dus het doel was echt om sfeer in die winkel te krijgen. Ik zag u net bij het koffiezetapparaat staan met een feestelijk petit fourtje is het volgens mij. De heropening van de Welkoop, komt u hier vaak? Ja, maar vooral mijn vrouw. En we genieten hier altijd van wat hier al te koop is en te beleven is. En de mensen die hier tegenkomen. En wat valt u op als u zo eens vluchtig door de zaak kijkt wat er veranderd is? Nou, dan valt mij op dat de paden niet meer allemaal gewoon in de lengte lopen, maar dat er ook veel dwarspaden zijn. En dat maakt de zaak denk ik meer toegankelijk. En het koffiezetapparaat? En het koffiezetapparaat. Dus ik dacht dat dat voor de gelegenheid was, maar van u begrijp ik dat dat voortaan hier altijd staat. Er was al een koffiezetapparaat. Dat is ook exact dit apparaat. Die stond eerst achter in de winkel. Maar die hebben we naar voren verplaatst om een iets prominentere plek te geven. Zodat de klant rustig met een bakje koffie de winkel rond kan. Ja, ik zie ook hele mooie bordjes met de naam erop wat er gevonden kan worden. Daar bij de tuinspullen en aan deze kant allemaal netjes aan de muur. Het is heel overzichtelijk. Ja, en dat was ook zeker het doel. Het was al een hele overzichtelijke winkel omdat we over alle stellingen heen konden kijken. Dat kan gelukkig nog steeds, maar voornamelijk de borden aan de zijwand duiden ook aan welke artikelgroepen de klant daar kan vinden. Zo, nu ga ik er een passen. Ga je dan? Ja, ik ga er ook een passen. Ja. En nu hoor ik ook iets van een servicepunt voor dieren. Ja, we hebben ook een servicepunt voor dieren in onze winkel toegevoegd waar we eigenlijk de dierenarts een beetje willen ondersteunen met een klein consult zoals een vacht huidcheck, een vakantiecheck voor hond, kat, nageltjes knippen voor hond, kat, konijn, noem het allemaal op. Dus tegen een kleine betaling. Moeten mensen dan ook een afspraak maken van tevoren? Ja, van tevoren dient er een afspraak gemaakt te worden in de winkel. Mocht er toevallig nog een gaatje vrij zijn, zullen we altijd meteen helpen, maar daar kunnen we niet iets in beloven. Zo, die is zwaar. Zo, dit ziet er mooi uit. Jammer dat het voor het vogeltje is, hè? Vogelvoer kun je nu ook goedkoop aanschaffen met 20% korting. Oh, het scheelt weer een stuk. Of je neemt meteen een hele zak. Oh. Zo, ik ga even naar de kassa. Ik heb er wel eentje hoor, maar...